Er waren eens drie wezen, een drieling te vondeling gelegd. Ze zijn niet samen gebleven. Eén kwam er in een museum terecht, vol mensen beroemd en wijs. En één in een wereld donker en slecht, verstopt in een winkelpaleis. En één ging er mee met een koningin, een zoekende in de woestijn. Hoe zou het nu met ze zijn? Professor Brainwave werd slim en beroemd. En Mr. Muff wordt een boef genoemd. En Jojo, die heeft het best wel fijn, maar zoekt nog steeds met zijn koningin en zijn vrienden in de woestijn. Helemaal niks en daar zit er een te zwoegen. Alleen maar druk te zijn, dat lijkt mijn moeder wel. Nou ja, ik ga het even uitzoeken. Ja! Dat gaat men toch niet geloven, was mijn broeder daar aan die andere kant van de wereld onder zo'n berg weet te vinden. Zo'n klein tablet. Maar dat is toch niet eerlijk? Daar zit eentje op de stoel niks te doen en die andere is aan het werk. Voorzichtig, ziet dat mijn ander broer ook wakker wordt. Mami, ja, ja, ja. Kinderen, het is vreselijk. Ik heb een kasteel gekocht van een foute makelaar. Weet je nog, vorige week? Vorige week hebben ze me erin geluisterd. Dit kasteel wat ik gekocht heb staat op instorten. En nou moet ik 50 miljoen gulden hebben om mijn kasteel weer op te knappen. En dat heb ik niet. En daarom, ik heb geen tijd meer om met jullie te praten. Ik moet aan het werk. Ik moet aan het werk. Ik moet aan het werk. Ik moet mijn kasteel aan het opknappen aan het werk. Dit is de makelaar. En dat is het kasteel. Wat mijn broer gekocht heeft van die foute man. Die makelaar heeft mijn broer bedonderd. In de maling genomen, genept. Dat kasteel staat op instorten. En nu heeft mijn broer een probleem. Hij moet 50 miljoen gulden hebben. En dat heeft hij niet. Ja. Ik ben het, de makelaar. Ik voel mij toch wel een beetje schuldig. Ik heb de heer Maf, mijn cliënt, opgescheept met een huis wat op een instorten staat vanwege een kapot fundament. Ik heb hem laten tekenen. Ja. Ik heb mijn blonde secretaresse daarvoor ingezet. Mijn blonde secretaresse heeft hem erin geluisterd. Weet u nog hoe dat ging? Dat ging zo vorige week. Dan kunt u hier tekenen. Hier koop ik het kasteel met al zijn onzichtbare voor- en nadelen. Ja, het is allemaal wel best. De heer Maf. Ik ben eigenaar voor een gulden van een kasteel. Ik kan mijn geluk niet op. Nou, dan hoop ik dat u nu 50 miljoen gulden heeft.
50 miljoen gulden. Nee, ik heb net betaald 1 gulden. 50 miljoen, waarvoor? Om het kasteel in staat te houden. Hoezo zijn er dan gebreken? Och, als u geen 50 miljoen heeft, denk ik dat het over een jaar of 10, 20 ingestort is. Wat zit er dan niet goed aan het kasteel? Oh, hele slechte fundamenten. Ik heb een kasteel gekocht met een kapot fundament. Ik ben aan de rand van een afgrond. Heb ik toch nog een huis gekocht op een fout fundament? Ik wist het wel. Blond en gevaarlijk. Ja, zit me te lachen. En nu zit de arme man opgeschreept met een kasteel waarbij die 50 miljoen nodig heeft om het weer te restauriseren. En wie gaat dat betalen? Ik niet, ik ben maar makelaar, maar er schijnt een instantie te zijn. Rijksmonumentenzorg. Die zou kunnen dokken. Rijksdienst voor de monumentenzorg. U moet niet gelijk weglopen nu u iets ambtelijks hoort, ambtelijke taal. Deze Rijksdienst verzorgt de monumenten in Nederland. Dat mag dan saai overkomen. Het kan zijn dat u denkt, daar moet ik niet naar luisteren. Maar gaat u eens rustig zitten. Gemeente Museum Den Haag. Ja, dit is een museum wat vreselijk op instorten stond, maar gered is door Rijksmonumentenzorgdienst. Nee, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Goeie aangenaam, de makelaar. En u bent? Olga. Hoe zeg wijfie, wat heeft dat hier gekost om dat zaakje weer op te krikken? Nou, dat was heel duur, 54 miljoen. Ik zit met een cliënt die heeft 50 miljoen nodig om een gebouwtje te restaureren. Dus, ja. Hoe oud moet een gebouw zijn om in aanmerking te komen? Ouder dan 50 jaar. Oh, zat. Komt het 1400 dat ding? Ja, nou ja, dan komt het waarschijnlijk wel in aanmerking. U bent wel streng. Hebben jullie strenge regels? Ja, we moeten eerst kijken of het wel de moeite waard is. Maar... Oh, dit is zeker de moeite waard. Nou ja, misschien weet onze directeur daar meer van. Wie? Fons Asselbergs. Ja. Die heeft heel veel verstand van monumenten. Het is een kloostermop. Ja, nee, het is geen mop. Dit is een kloostermop, zo noemen ze die stenen. Daarmee moet je dan het fundament gaan verstevigen. Als je het fundament gaat verstevigen... Oh, mag ik even weten wat u hier doet? Want ik ben de eigenaar. Goedendag, heer Maf. Goedendag. Ik wou... mij bekendmaken. Ja, is fijn, maar ik heb even niet veel tijd. Ik moet de fundamenten... Dat begrijp ik, maar daar kom ik ook over. Ik ben Fons Asselbergs. Ik ben directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Ambtenaar? Ja, dus ik heb even geen tijd voor ambtenaren. Ik moet het fundament gaan maken, man. Wat komt... Praat voor, u maar rustig door. Een kasteel kost normaal geen gulden. Dus als u nou 1 gulden voor een kasteel betaalt... Dan is het wel de bedoeling dat u... U komt mij hier nou toch niet vertellen dat ik een dom mannetje ben, want dat weet ik ook al. Ja, dat is dus heel goed, maar dan is er misschien toch nog wel een oplossing voor u. Ik heb geen tijd voor die man, ik moet het fundament redden. Ja, maar het zou toch verstandig zijn als u probeert na te denken over hoe je nou met dat kasteel om moet gaan. Want het is toch jammer als dat kasteel in elkaar dondert, hè, want... kastelen, die horen juist sterk... Dus zit u daar niet te praten, u een kloostermop. Weet u hoe u dat moet voegen, metselaar? Ja, dat weten we mooi, precies. Mooi, pak aan en aan het werk. Nou, dan gaan we dus daaraan werken. Dan leggen we hier klaar. En dat is een mooi voorbeeld van hoe het daar moet. Jojo, waar zit je? Als je bij 10 niet komt, dan zul je eens wat zien. 4, 5,
zes, zeven, acht, negen, tien. Ja, zeg! Oh, zo, je bent er. Ja, wat is dat nou voor dom gedoe? Dom gedoe? Jij gaat nou opruimen. Ik had je gevraagd op te ruimen en je luistert helemaal niet. Je snapt er ook niks van, hè? Waar snap ik niks van? Eindelijk ben ik met een paar vrienden gezellig aan het zingen. En dan zit jij me weer te storen en dan wil je me weer straf geven. Het stoort mij dat je niet hebt opgeruimd, prins Joje, en je doet het nou onmiddellijk. Er is een tijd voor op te ruimen en er is een tijd om met vrienden om te dan gaan. Dan is dit de tijd om op te ruimen, begrepen? Oké. Ik ga even in de tent. Oeh, zij gaat weer in de tent en ik mag weer opruimen. Nou? Nou? Ik denk toch dat ik maar even met mijn vrienden ga spelen. Nou, breek me de klomp, waar zit hij? Wat een jong! Kom, en nou naar de tent. En snel. Snel. En jullie zorgen hier dat de troep wordt opgeruimd. Zo, het stinkt hier een beetje. Wat sta je hier nou weer te doen? Je zou die troep opruimen. Rustig nou toch eens. Rustig nou toch eens. Nou toch eens tot jouzelf. Ik heb namelijk een wind gelaten. En nu sta ik even de lucht te reinigen. Het jou valt echt niet te praten. Ja, ik moet even schoonmaken. Laat die drummen ook als een trommel in mijn tent. Ik kan er niet meer tegen. Weg met die troep. Oh, nu krijgt de drummer weer op zijn broek. Heeft de drummer weer zijn drum in onze tent laten liggen? Ja. Moet je je rotzooi ook maar opruimen, hè? De lucht is een beetje geklaard. Mijn moeder is weg. Weg met al die rotzooi uit mijn tent. Die drummer legt altijd zijn trommel bij mij in de tent. En er wordt tijd trouwens dat ze me eens gaan meehelpen met opruimen. Werken, 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 werken. Tot een half jaar geleden werd hier als een gek gewerkt om het op te knappen. Ja, zeker. Dus, wat was nou het grootste probleem dan hier? Nou, ze zijn hier wel 2 jaar mee bezig geweest. En het grootste probleem was dat er al die jaren geen onderhoud was gepleegd. Het werd niet onderhouden, kamer werd niet opgeruimd. Nee, eigenlijk niet. En het dak was begonnen te lekken. En ja, toen kwam er zoveel water naar binnen dat het ook heel slecht werd voor de schilderijen. Dus er moest iets gebeuren om het goed te maken. Ons nationaal kapitaal lag te verrotten. In feite wel, ja. En dat is ernstig. Ja. Het is al niet te geloven. Mijn rustige, rijke, luizen, maffia leven is vlot. Wat doet die man hier toch? Zou dat ook een makelaar zijn? Zeg, Veentje, je bent toch ook niet een makelaar zo, hè? Die even weer wat komt verkopen, hè? Hé, heer Maf. Ja. Nee, ik ben helemaal geen makelaar. Ik ben de directeur van de monumentenzorg. Ja, jullie zorgen voor monumenten. Ja, voor monumenten. Oude gebouwen. En ik help eigenaren om hun oude gebouwen te restaureren. Nou, mooi. Pak die kwast dan aan en is aan het werk, Veentje. Wat is die nou aan het doen? Wat is die van Rijksmonumenten nou? Wat sta je nou te doen, meneer? Kom eens even naar boven. Het is niet goed. Het is de weg zeker kwijt, die Rijksmonumenten-type. Weet je wat, ik zet hem gewoon aan het werk. Ik laat hem wat veilen, wat rommelen. Het is een ambtenaar die rommelen. Wat zit je nou te doen, man? Zeg, in Maf, waar bent u mee bezig? Nee, dat vroeg ik aan u. Ja, ik ben de zaak aan het inspecteren. Ja, maar wat nou inspecteren? Maar wat je moet met gewoon die aan het werk. Nee, werk. Je moet niet zomaar gaan werken. Je moet eerst nadenken voordat je begint. Zo'n kasteel is heel ingewikkeld. Dan moet je eerst goed funderen. En dan moet je het messelwerk goed inspecteren en opnieuw voegen. En dan moet je naar boven. Ja. En dan moet je de regenpijpen allemaal herstellen. Precies, we moeten en die 50. En de lei op het dak leggen. Ja, hier, we moeten die 50 miljoen zelf. En dan moet er flink hard gewerkt worden. Ja, flink hard. Flink hard gewerkt worden.
lekker muziek maken, plezier maken en mij die hele troep op laten ruimen. Maak nou ook maar dat je wegkomt. Schiet op! Doe het wel alleen. Maar ik. Ik ben een slaafje. Daar ben ik goed voor. Slaafje spelen. Moet eens kijken, zeg. Wat voor nieuw speelgoed ik nou weer gevonden heb. Oh, gezellig. Komen jullie weer wat me zingen? Gaat ie? Leila, 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 Leila. Weg, weg. Jullie houden jojo van zijn werk. Schiet op. Wat sta je nou weer met zo'n raar masker op je hoofd? Ik had weer een nieuw speelgoed jojo, gevonden. Jojo, schoonmaken, schoonmaken, ja, schoonmaken. Schoonmaken, schoonmaken. Kijk, wat staat daar die gitaar van de muziekjesmaker? Ik word gek van die lui. Ja, ze laten ook alles achter hun in mijn tent. Ja, het is allemaal vreselijk. Ze laten alles achter hun slingeren. Het is een romp. La 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 la. Begint de muziekjes maken nou ook al om zijn instrument bij mij in de tent te leggen. Zo, hier vinden ze voorlopig niet terug. Ik zal ze leren. Hier spreekt de makelaar even tot u. Ouders en dan vooral moeders. Gaat u nou eens rustig zitten. Laat de kamers met rust. En geniet eens van dit programma vanuit het museum in Den Haag. Neemt u eens de tijd om te genieten. Niet alleen maar werken, werken, werken. Het is ongelooflijk. Gaat nou toch eens rustig zitten, mensen. Werk toch niet steeds voor die tv. Dit zijn vrouwen die het hebben begrepen. Dit is de evolutie. De vrouw is geëvalueerd tot een rustgevend mens. En dus niet steeds met die stofzuiger aan de weer. Je kan het toch zo van tot rust evalueren. Ik geef het gewoon op. Iedereen loopt de hele dag maar plezier te hebben. En ik zit maar te zwoegen en te zwoegen. Dit is uitermate interessant wat hier gebeurt. Normaal gesproken heeft de koningin als moeder gelijk dat altijd alles netjes braaf moet zijn en opgeruimd moet zijn. Maar misschien is het hier nu belangrijker dat men niet eens nadenkt over opruimen, maar dat men eens nadenkt om met elkaar om te gaan, van elkaar te genieten, naar elkaar te luisteren. Van dit schilderij ben ik als makelaar het meest van onder de indruk. Heeft 80 miljoen gekost. 80 miljoen. Geld is uiteindelijk toch het enigste wat de makelaar tot rust brengt. 80 miljoen. Pak maar eens even die lijn, meneer de directeur, en dan mag u daar de balustrade mee aan mekaar lijmen, want die stort in. Ja, nou kijk, heer Maf, het is zo, hè, de monumentenzorg, die helpt eigenaren aan geld. Oh ja, ik heb je om, graag, ja, ik, maar ik moet even naar de keuken. Om dat helemaal op te bouwen, hè, en we hebben wel 150 miljoen per jaar, maar... Dan moet je natuurlijk wel een goed plan hebben. En als je geen plan maakt... Ja, ja dan. Ik hoor het allemaal niet. Is er ook geld voor het kasteel van mij? Want ik heb 50 miljoen nodig. Ik moet even weg, ik moet even metselen. Ja, dit kasteel, dat hoort zeker tot de hele grote zorgen van monumentenzorg. Maar ik moet natuurlijk wel ook geld zien los te krijgen. Daar ben ik met de staatssecretaris mee bezig. Die vindt dit ook heel interessant. Maar zoveel centen heeft hij natuurlijk nog niet. Zo, ook dus er zijn... We zijn er wel mee bezig, hoor. Ik weet niet waarmee u bezig bent, maar is dat balkon nou al gelijnd? Ja, u vraagt mij dingen en dan geef ik een goed antwoord op. Ik heb helemaal geen tijd voor dat kasteel, want moet gered worden. Ik kan u misschien worden, wel helpen als u goed luistert. Zou ik u kan mij helpen. Ja. Iemand van het Rijk zal iemand van het volk helpen. Ja, dat is juist zo leuk van de monumentenzorg. Die zijn daarvoor. Dat gaat men toch niet geloven?
hoe mijn broer daar omgaat met die directeur. Hij loopt maar weg en loopt maar weg en is maar bezig en doet maar druk. Hij moet stil gaan zitten. Deze man zou hem kunnen helpen. Kom toch tot ruhe. Rust. He, wij moeten dus echt dat gebouw helemaal van de grond op heel goed restaureren. Ik weet niet waar het over heeft, maar er is geen geld. Maar ik zou je dus heel goed kunnen helpen als je een mooi plan maakt. Een ambtenaar en die iemand van de maffia helpt. Ha, 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 ha. Ja, kijk, als een echte mafioos geld vraagt, dan zijn we natuurlijk altijd heel keen of ze wel een goed plannetje hebben. Want als het naar iets anders gaat dan naar het kasteel, ja, dan zijn we natuurlijk vreselijk. Voorzichtig. Het kasteel staat. Ziet u dan die scheuren niet, man? Die scheuren moeten dichtgevoegd worden. Klets toch niet zo. Doe maar beste jongen, kun je dan niet eens een keer een heel mooi plannetje maken? Er zijn mensen die praten nou de hele dag en er zijn mensen beginnen, die werken de hele dag. Handjes laten wapperen, meneer de ambtenaar. Het zou heel erg goed zijn. Hier word ik gek van. Hier ga ik helemaal van doordraaien. Hier kan ik niet meer tegen. Hier. Gaat alsjeblieft zitten. Zit, 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 zit. Kom tot rust. Luister toch naar mekaar. En laat één spreken. Schoon genoeg heb ik ervan. Ik de hele dag maar werken en hun de hele dag maar plezier maken. Hallo, moeders. Hoe gaat het? Slijmbal? Nou, ik heb een idee. Jij vertelt mij altijd verhalen. Als ik niet zo goed ga, nu ga jij niet zo goed. Lees maar eens even een verhaaltje hieruit voor. Ja, lijkt mij een goed idee dat je even geestelijk tot rust komt. Nou, dat is het verhaal van Marta Maria. Juist, precies. Ah, dat ken ik wel. Nou. Nou, Marta Maria, ja? Die waren hele goede vrienden met de Heer Jezus. Ja, en de Heer Jezus, wie was dat ook alweer? De Zoon van God. Precies. En als Jezus op bezoek kwam, vonden ze altijd heerlijk. En vandaag is de Heer Jezus ook op bezoek gekomen met zijn 12 vrienden. Ja. En Maria die heeft ze meegenomen naar de woonkamer en geeft ze wat te drinken. Ja. En dan gaat ze lekker aan de voeten bij de Heer Jezus zitten. Luisteren. En rustig zijn en luisteren. En dan vertelt hij ze hele mooie verhalen. Precies. En Marta die vindt het altijd heel leuk om voor de gasten te zorgen. Ja, die gaat zich lopen uitsloven, schoonmaken, alles opruimen, gitaren weglopen, smeten. Ja, en dat vindt ze meestal ook heel leuk. Dat vindt ze helemaal niet erg. Dus ze is druk in de keuken bezig. Ja. Om een lekkere maaltijd klaar te maken. Ja. Maar op een gegeven moment kijkt ze helemaal niet meer blij. Nee. Want ze denkt, waar is mijn zus nou? Begint ze op jou te lijken. En gaat het verder? En dan kijkt ze in de woonkamer en dan ziet ze daar Maria zitten. Helemaal vol verwondering, luisterend naar de verhalen van Jezus. Ja. En dan legt ze de mes neer, want ze is net groente aan het snijden. Ja. En dan gaat ze bij de Heer Jezus staan. En dan kijkt de Heer Jezus naar en zegt, ja Marta, kan ik je helpen? Zegt ze, Heer Jezus. Trekt ze zich er dan niets van aan. Dat Maria hier maar bij u zit en ik sta te zwoegen in de keuken. Ze wordt dus kwaad omdat zij maar aan het werk is en die ander niet. Ja, precies. En dan zegt de Heer Jezus, Marta, ik weet dat je het altijd heel leuk vindt om voor je gasten te zorgen. Ja. En dat doe je ook altijd heel goed. Maar vandaag vind ik het fijn als je nou eens bij me komt zitten, net als je zus Maria. Juist. En naar me luistert. En daar is een hele wijze les uit te leren, moeder. Er is een moment om te zwoegen, tenten schoon te maken. En er is een moment om van elkaar te genieten. Mm-hmm. Jongens, kom eens even. Oh, kijk, ze komen voor ons. Muziek maken dan voor jou weer vrolijk. Maar wat is er aan dan? Nee, jullie instrumenten zijn niet gestolen. Huh? Die zijn daar in de rot. Dat hun instrumenten gestolen waren. Zie je wel, Jojo, als ik niet opgeruimd had, dan waren die instrumenten helemaal weg. Hoe had jij ze gevonden? Ja, natuurlijk. En heb jij dat toen opgeruimd? Ja, natuurlijk. Dankjewel. Als jij onze spullen toch niet altijd opruimt, hè? Zonder jouw moeder. Ach, wat ben jij toch die man. Nou, zing nou maar even mee, want het is nou tijd om te zingen. Laila, 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 laila. Ik moet alleen maar werken, 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 werken. Ik moet werken, werken, werken. Is er weer, is er... Een ambtenaar. Krijg je, daar heb je alles gehad, krijg je ook nog de ambtenaar. Meneer Maf. Ja. Luister eens goed. U bent zo druk bezig geweest. Ja, inderdaad, dat moet iets. En u heeft helemaal niet naar me geluisterd. Nee, nou heb ik u een brief geschreven. En als u die nou eens goed leest, dan hoop ik dat u zich nog eens een keer kunt laten helpen. Maar vooralsnog is het heel moeilijk gesteld met u. Ga toch weg, ambtenaren kunnen alleen maar praten, maar helpen.
Oh, maar een brief, hè, die moet ik dan eens even. Beste heer Maf, vanwege, via deze weg wil ik u mededelen dat wij van Rijksdienst Monumentenzorg u met financiële problemen wellicht hadden kunnen helpen als u tijd had gehad om naar, mij te luisteren. Hoogachtend directeur, ik heb de kans voorbij laten gaan. Ik had een moment naar die man moeten luisteren. Ik had het moeten weten. Grijs haar en een duur pak. Die man had mij kunnen helpen, maar ik had geen tijd om te luisteren. Meneer de ambtenaar. Boop, boop.